Sleet en het regent. Even kijken. Headlights. Vis-à-vis. Wat hebben we bij ons? De trein naar Lindau. UBB. Ik weet dat het november is. Ik heb het alleen maar gezet op december. Zodat we wat sneeuw hebben. Ja, maar het klopt wel. Ik kan gewoon naar beneden soms. Beetje dicht. Let's go, Nenzing. En de sneeuw is weg. Dat is jammer. En toch, ja, ik heb hem op 11 december gezet. Ik dacht dat er wel sneeuw zou liggen, maar goed. Het hoort toch geen witte te zijn of er sneeuw ligt. Volgens mij niet, sowieso niet in Oostenrijk, maar goed. Maakt niet uit. Komt nog een keer. Daar ligt wel sneeuw. Dat is zeg wel een van de betere DTG-routes, maar goed, het is altijd moe. Nieuw spul is altijd beter, hè.
zijn er regionaal expres, dus wij stoppen op een beperkt aantal stations. Wij stoppen op, mijn muis ook altijd, op Nensing, Frastand, Veldkirch, Rankwajo, Gutsis, Hoins, Honims, Doornbeeren, Bregenz, Riedenburg, Bregenz, Bregenzhaven, Lochau, Hoerbrands en Lindau. Behoorlijk wat uitdrukken, hoor. Ik zou zeggen, als ik überhaupt zeg maar, in Train Simulator altijd de datum en tijd aanhoud dat ik moet rijden, dan moet ik zeer specifieke starttijden hebben van mijn streams bijvoorbeeld, als ik dat de tijden zou doen. Neutrale sectie. Ik moet zeggen, op een of andere manier doe ik eigenlijk in Trainsworld behoorlijk veel met de muis. Ik heb het een paar keer geprobeerd met de controller. Maar ik kan er niet mee overweg. Stop! Nou, we zijn nog gestopt op het station. Alleen mensen moeten in de regen lopen op dit moment. Met volle brakes hebben we het gered. Ja. I don't want to apply power. Ah, maar mensen. Nu ook nog je paraplu omhoog. Het regent. Dan gaat hier niet nog maar één paraplu omhoog. Hier zond er nog eentje. Als die door de stroom heen komt. Meneer, u kunt ook aan de andere kant lopen, hè? Kom op, u kunt het. Goed zo. Gaat u ook nog de paraplu omhoog? Nee? Dan mag u niet meer mee. Dan moet hij de paraplu maar omhoog doen. En nu doet hij hem omhoog. Geweldig, AI. Volgens mij moet er nog wat codering gebeuren. Op zich hier is het... hier is het grotendeel droog gebleven eigenlijk.
Ik vandaag ook eigenlijk bijna niks gevallen. Maar het is inderdaad wel erg wisselvallig. Het zijn wel buien. Dus het zijn wel stukken elke keer. Maar soms ook heftig. Maar dan in één keer bijna niks. En dan weer droog. En dan weer ietsjes. En dan weer droog. Ja, dat is heel ander weer. Dat is ook heel erg winderig. Cruise control 40. Ik kijk. Dit bedoel ik. Je kan, DTG kan dit weer wel. Let op de... kijk hier, je hebt de zigzag in de lijn. In ieder geval in de lijn, je hebt het niet echt schuin hangen. Maar hier afspanningen. Dat kan DTG wel. Maar ze doen het niet altijd. We zullen het wel zien. Misschien verandert er wel iets. Oh crap. Oh crap. Now I did it. No. Please break. Do not slide. Oh. Bye, station. Objective failure. Dan gaan wij verder naar Veldkir. En deze keer eerder remmen. Ja, ik was aan het praten, dus dat vergeet je. Hey, goed nieuws, het houdt tenminste op met regenen. Slecht nieuws, het wordt mistig. Het wordt een griezelige kleurmistig op dit moment. Maar goed. Dat is niet erg.
dan nog een screenshot maken. Dus. Is nu echt droog. Zifa. 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 Ik heb freaking headlights aan. Waarom is het zo donker? Waar is mijn fernlicht? We zijn er. Mijn trein is permanent in storing. Sturing. Sturing. We zijn in ieder geval op tijd. Oh jee. Wil iemand nog een... iets voor de zombie apocalypse of zo voor hier. Oh, hier maar niet naar beneden. Rankfile. Ik ben echt wel blij dat ze de mod, in ieder geval iemand heeft de mod gemaakt om dit te fixen. Want op een of andere manier, ik snap nooit, want de meterverlichting, zeg maar, kijk, ik heb nu minimaal staan, anders zie je echt helemaal niks.
Want de meterverlichting, zeg maar, bij DTG is vaak ook het issue. En dat snap ik niet. Zo van, het is gewoon niet te zien. Heb je dat niet gezien tijdens het testen of tijdens het bouwen? Bouw jij in een andere stijl of zo? Of check je het niet of zo? Helaas. Gelukkig hebben we modificaties toch. We gaan helemaal hier naartoe. Het is 110, soms in 140. Ik denk dat we dat wel hebben. Nee. Deze weer wat. Hoger. Achtung, zoek doorvaart. Rank. Veel mensen met koffers. Wits is 7 kilometer. We mogen zo ten 150, maar dan kunnen we niet onze trein kammen 140.
Kijk daar. Is toch ook leuk. Wat een mode. En hoe mooi de ventilator blijft spinnen. De mist lost op dit moment al. En zo is in één keer de mist volledig weg. Oké, nu zie ik weer iets. Ik was net die onder die 85, maar helaas. Oh. Oh god, ik kan daar ook niet van die... Wees stil. Nee, je speakers zijn niet kapot. Ik wou ze gewoon even uittesten. Nee, maar ik dacht dat ik al onder de 85 in niveau reed. Sowieso. In deze... we zijn in Oostenrijk, hè? Dus dan kennen zij niet... Oh, afrem naar 85 en dan mag je weer loslaten. Nee. Als jij dat sein hebt, dan is dat 60 km per uur. Vanaf dat sein. Of vanaf het volgende sein. Dit sein dus. En hier zie je ook weer volgende. 60 km per uur. Maar laat ik hierbij even niet harder gaan dan... Rond de 40, anders dan krijg ik zo meteen pats boom. You are nicked, brother, by the PCB again. The drive of shame noemen ze dit.
mag nu harder, maar heeft nu geen zin meer. Meine Damen und Herren, Rang vergütet ist. Veel speakers op dit station. Ik vind dit wel heel erg pixelated eigenlijk. Oh, jij kan het niet door omdat ik mijn camera daar had. Sorry. Kom maar snel weg. De zon die staat vrij laag en het is 2:30 in de middag. Wacht tot over de junction zijn gepasseerd en wel op 140. Hallo collega. Nou, moet zeggen, we hebben de helft van de route, in ieder geval meer dan de helft van de route gehad eigenlijk al. Nu alleen zond in wat meer stations. Ik had uiteindelijk ook de cruise control niet hoeven te zetten. Aangezien die camera niet functioneert, doe ik maar even zo. Camera.
grün. Dornbeeren. Back on cruise control. Was even 130 vergeten. Oei, oei. Wat is weer 140? Wat is nou 130, 140? Ging net zo lekker. Rennen 110, dus dat scheelt ook alweer. Tot 15. Dornbin. En voor iets langer.
Alvast de deurtjes dicht. We gaan over een paar seconden. Dan gaan we hier naartoe. Naar Bregenz Riedenburg. Kijken, 110, 120, 140. Nou, als we het een beetje rustig aan doen, dan redden we de 110 niet eens. Dan redden we waarschijnlijk 110 tegen de tijd dat we 120 moeten. Hier en dan hebben we daar naar Bregenz, Bregenz haven. Dan moeten we hier nog stoppen en dan stoppen we in Lindau. In Duitsland. Dit station, hier staan ook heel vaak Vectrons. Vectron! Aan onze linkerkant is de aftakking richting Zwitserland. Dat is het andere gedeelte van de drie country corner route. Daar kan je ook naartoe. Tot dat is volgens mij vlak voor de grens op.
Ja, en er is iets aan de hand met... met over... met de bovenleiding. Ik denk dat de game het automatisch plaatsen niet handig vond. Volgende scène is rood. Oké. Okay. Ik kreeg de waarschuwing voor dubbel geel. Dus volgende scène is rood. Misschien is dat in een station. Ik denk dat dat in het station is. Zo. Kunnen we zo weggaan. Deurtjes dicht. Dubbeltractie. Nee, het ligt niet in het station. Want zijn is weer groen. Dus dat is alleen maar mooi. Dan kan ik nog niet zien. Oh, crap. Wat heb ik nou weer misstaan? Dat is wel extreem. Want het was safe to release, dus... Nou ja, ik vind het helemaal mooi. Wat geval release van deze keer wel. Volgende scène is 60 en dat zal zijn na Bregenz. Dat lijkt me inderdaad verstandig, want dan gaan we in één keer van een heel breed station in één keer naar eigenlijk een station met één terminus platform. Dus eentje die niet verder gaat en eentje die wel verder gaat. Dan gaan we dus naar Sikkeltrek. Welkom in Bregenz.
Mag je oyster, maar dit zijn, die kom je eigenlijk alleen maar tegen als je aan het rangeren bent. Of bijvoorbeeld, zoals hier, dit is een, zo'n hoofdsignaal, dus ook een hoofdsignaal. Maar deze, wat hier zegt, is negeer dit sign. Ik heb heel lang moeten zoeken wat dat uiteindelijk is. Want er staat nergens, ja, het staat wel goed gedocumenteerd, maar je moet even weten waar je moet kijken. Brigandshaven op 700 meter. Uiteindelijk aan het uiteinde van het station hier. Minder dan 500 meter. Lindau Hbf. Prachtig maar weer.
bijzonder dat wij het tegenwoordig houden. Ik denk dat dat een verplichte stop is. De andere zijn de andere kant op is ook altijd rood. Dat er misschien een... always red until cleared. Hé, hey, kijk, nu is die groen. Dat is trouwens ook het laatste stukje Oostenrijk wat wij doen. Want nadat zijn zag je al dat wij de stroomafnemers naar beneden moeten doen. Nou, naar beneden. Alleen de snelschakelaar bedoel ik. Niet de stroomafnemers. Dat hoef je niet op deze route. Maar in ieder geval, het gaat erom dat je dan... In de vector moet je dan een ander land selecteren. Bij deze hoeft dat niet. Maar dan gaan wij Duitsland in. Maar eerst moeten we nog even van de 1000 heads af. Dus even rustig optrekken. 1000 heads af. I spy with my little eye that the signal is green. Lindau. Nächste Station Endhalte. Dieser Zug endet dort. Duitsland. Andere portalen, zo te komen nog wat armseintjes tegen. Eerst de armsein. Voor signaal. We moeten nog wat bevestigen. Mogelijk. Officieel wel. Maar... ja, hier zo.
afremmen naar 50. Ik zie eigenlijk nergens dat bordje van 30 staan. Maar goed, dan staat wel op jouw vaarplan. En het aantal heren, onze nächste station is Lindau Hauptbahnhof. Deze zoek en de dort. Bitten alle afstijgen. Mocht jij de Zwitser dus DLC hebben van River Games, de Lucerne-Surzee-route, dan krijg je deze ook, deze trein. En die kun je ook rijden. Die shared dan het stuk richting Zwitserland. Ja. Dat was even knijpen. Net de stop. Crosscourt am Bodensee. Beriensielbahnhof, Linderhoutbahnhof. Bitte Flaban Fahrplan Bart. Oké. Zal geen paniek meer hebben. Nou, dan zijn we gearriveerd. We hebben van heel de route afgereden van Bludenz naar Lindau. Klein beetje speeding hier. Alsnog